misschien te warm, misschien te koud. Je weet het maar nooit. En veel succes, hè! Alle lopers van de Druteloop werden flink aangemoedigd. In de ochtend begon de jeugd al met de 500 meter en de 1 kilometer. Vanaf de middag werden de afstanden wat groter, met als hoogtepunt de halve marathon. Vorig jaar stond het record op 1 uur 13 minuten en 1 seconde. Maar dat is zondag verbroken door Luc Jansen uit Limburg. Een hartstikke mooie tijd. 1 uur 12 minuten en 26 seconden. Ja, het ging supergoed eigenlijk. Er stond wel een straf windje, maar ondanks dat de zon kwam door halverwege en ik kon het tempo vasthouden. Was het een moeilijke route? Nee, alleen de dijk op was het enige bergopstuk. Ik kom zelf uit het zuiden, dus ik ben de heuvels gewend. En voor de rest gewoon vlak, maar veel wind. Jit Eerinkveld kwam ongeveer een kwartier later helemaal buiten adem over de finish. Maar daarmee is ze wel de winnaar van de vrouwen. Uitgeput? Zeker, ja. Nou, goed voor getraind. Ja, ik loop hier zo'n 2 jaar, denk ik. En ik ben hier. Eigenlijk is het een beetje tussendoor gepland. Dus het was niet echt naartoe getraind. Eigenlijk gewoon lekker lopen en kijken wat erin zit. Ja. Volgend jaar weer meelopen? Ja, denk ik wel. Ik vond hem leuk. Maar eerst nog even uitrusten. Zeker, ja. Ik ga lekker plat zo.